Wat mij inmiddels opgevallen is bij heel veel coaches of coaches die nog aan het begin van hun carrière staan, of bij het opbouwen van hun praktijk, dat ze zich bezighouden met hoe stel ik nou die goede vragen als ik buiten met mijn klant aan het wandelen ben. Nou, mijn ervaring is dat als je moeite hebt om met de goede vragen te stellen, ga meer afstemmen op jezelf. Kom dichter bij jezelf en dan komen die goede vragen vanzelf. Zodra jij heel goed bij jezelf blijft, dus ook ervoor zorgt dat als je aan het wandelen bent met je klant of ergens stilstaat bij een mooie plek, dat je even duidelijk scant van hoe sta ik erbij, hoe loop ik hier, ben ik veel in mijn hoofd bezig, ben ik met mijn aandacht bij mijn hele lichaam, bij mijn voeten. Want dan komen die goede vragen vanzelf. Dan weet je precies wanneer, op welke plek jij die vraag moet stellen die juist het meeste effect gaat geven. Dus mijn tip voor deze week is, als jij met klanten naar buiten gaat, maak je niet zo druk over of jij de goede vraag gaat stellen. Maak je veel drukker of ben vooral bezig met wat van belang is om de goede vraag te kunnen laten ontstaan. Wees heel dicht bij jezelf. Probeer het eens uit. Succes en heel veel plezier!